Wel de 120 jaar dat de kerk daar staat, die zijn er niet zwijgend aan voorbij gegaan. Er is door verzakking en doorzetting van de muren en de gewelven een heleboel werk aan scheuren nodig geweest. Aan allerlei andere dingen, bogen die gespleten waren. Voor de rest is alles krachtig schoongemaakt. Neogotiek wordt altijd verbonden met een zwaarmoedige, doffe zweem van duisternis en triestigheid. Maar het blijkt meer het vuil van de kachel en de straten zijn dan het ontwerp dat bepaald vrolijk, feestelijk en bont is. De pastoor die in 1854 hier benoemd werd, die was bevlogen van de nieuwe tijd. En als de beraadslagingen beginnen over een nieuwe kerk voor Sneek, dan kun je aan alles merken dat deze onstuimige man met niemand minder genoegen nam dan met het allerbeste. En het was Kuipers, toen nog geschreven met in het kerkbestuursboek met K-U-I-P-E-R-S. De secretaris wist blijkbaar nog niet wie dat was. Toen nog een onbekende grootheid. Edelachtbare heren, het is met het edele gevoelen u ten vriendelijkste te verzoeken om, daar het mijn vurigste verlangen is mij tot hogere studieën in de bouwkunst naar Antwerpen te begeven, mij toch een tegemoetkoming te willen verlenen. Dit is een brief van de 18 jaar oude Kuipers, die dan net één jaar studie in Antwerpen achter de rug heeft, aan de gemeente Roermond, waarin hij vraagt om een soortement studiebeurs. Pierre Kuipers krijgt 75 gulden. Genoeg voor weer een jaar studie en reist terug naar Antwerpen. België is sinds 1830 van Nederland afgescheiden. Het is een roerige tijd en de Academie voor Schone Kunsten is een bolwerk van Vlaams nationalistische gevoelens. Het idee van een nationaal penseel, een eigen schilderstijl voor de jonge natie, leeft al langere tijd. Maar in de jaren dat Kuipers aan de Academie studeert, begint men ook te denken over een eigen nationale architectuur. Er komt een herwaardering van de middeleeuwse bouwkunst als tegenhanger van het uit zuidelijke streken afkomstige klassicisme. De veranderingen op de academie zullen zeer bepalend zijn voor zijn latere werk. De kunsthistoricus Aart Oxenaar doet een promotieonderzoek naar het werk van Kuipers. Kuipers kreeg in Antwerpen een uitstekende klassicistische opleiding aan de hand van het werk van de Franse architect en ingenieur J.N.L. Durand. Durand onderwees hoe je aan de hand van een eenvoudig orthogonaal systeem, aan de hand van een ruitjespapiertje, met een reeks gestandardiseerde elementen, eigenlijk voor iedere bouwopgave op een vanzelfsprekende manier een oplossing kon vinden. Maar tegelijkertijd werd hij aan de academie geconfronteerd met een nieuwe opvatting van bouwen en een nieuwe manier van denken over de architectonische compositie. Vanuit Engeland was het werk van A.W.N. Pugin bekend geworden. Een architect die teruggreep op de middeleeuwen, omdat hij daar, naar zijn opvatting, de enige ware christelijke en rationele bouwbeginselen vond. In de gotiek werd naar zijn idee niet vanuit vooropgelegde ideeën als symmetrie of orde gedacht, maar organiseerde men een gebouw naar gelang de functies en ontwikkelde van daaruit ook een veel vrijere compositie. In de bibliotheek was er een van de grote plaatwerken van Pugin, waarin hij het kerkelijk ornament weergeeft te vinden. En daaruit leerde Kuipers hoe alle elementen van de kerk, het kerkgebouw, door één hand, de hand van de architect, ontworpen moeten worden. Wil het geheel een gezamtkunstwerk worden? Wil het geheel een betekenisvol kunstwerk worden? Voor het eindexamen moet Kuipers drie gebouwen ontwerpen. Eén in Griekse, één in Renaissance, maar ook één in gotische stijl. Hij krijgt hiervoor de hoogste onderscheiding, de Prix d'Excellence, en keert terug naar Roermond, waar hij als held wordt binnengehaald met erewijn en een kantate. O Limburgs gloriken! Het is 1849. Limburg is een jammerlijke strook grond die zichzelf wil afscheiden van Nederland. Er is grote armoede. De ontwikkeling van handel en nijverheid wordt overgelaten aan het particulier initiatief. Frans Stolzenberg is een vermogend fabrikant van kerkelijke benodigdheden. Kuipers wordt met hem in contact gebracht. Ze worden compagnons en stichten een kunstwerkplaats. Stolzenberg brengt het geld in en Kuipers bouwt een woonhuis met ateliers, waar de ontwerpen van zijn hand worden uitgevoerd. Hij is getrouwd met de Belgische Rosalie van de Vin. Ze hebben een dochtertje, Roosje.
Zo langzamerhand wordt het duidelijk dat hier wel een ambitieuze, enthousiaste jonge man met veel ideeën in de stad rondloopt. En hij wordt dus geïntroduceerd bij de bisschop, bij bisschop Paradis. En bij diens secretaris Frans Boermans, die inziet dat Kuipers heel wat mogelijkheden bergt. Vervolgens wordt bekeken of hij niet hier de post van stadsarchitect kan krijgen. En dat vindt dan zijn beslag per 1 januari 1851. Als stadsarchitect doet Kuipers wat kleine verbouwingen en is hij betrokken bij het onderhoud en de restauratie van het raadhuis. Hij ontwerpt een schoolgebouwtje en is opzichter bij de aanleg van een kiezelweg naar Pruisen. Verder is er zo weinig werk dat zijn functie al snel wordt opgeheven. Maar Kuipers heeft inmiddels zijn handen vol aan de kunstwerkplaats, waar onder zijn leiding al na korte tijd zo'n 40 ambachtslieden werk vinden. Als zelfstandig architect ontwerpt hij een woonhuis in Roermond. Het is een sobere woning. Niet alleen voor de muren, maar ook voor het ornament en de daklijst wordt baksteen gebruikt. Smeedijzeren muurankers en geprofileerde natuurstenen banden vormen de enige verdere versiering. Er volgen meer kleine opdrachten. Een eenvoudig gebouwtje als het raadhuisje hier in Stevensweert uit 1857... laat zien hoe Kuipers eigenlijk al vanaf het begin van zijn carrière heel sterk in beelden dacht. Met zijn werkplaats in Roermond, met woonhuizen en hier dan met een raadhuisje verbeelde hij het ideaalbeeld van de middeleeuwse stad als voorbeeld voor de eigen tijd. Het seminarie te Rolduc nodigt Kuipers uit de crypte van het klooster te restaureren. Hij vervangt twee pilaren onder een middeleeuws gewelf, een constructief hoogstandje. Deze verloren beschouwde metseltechniek kent Kuipers van de Franse architect en theoreticus Eugène Viollet-le-Duc. Deze had naam gemaakt met restauraties van kerken, kathedralen en andere grote middeleeuwse bouwwerken. Hij raakt in deze jaren steeds meer in de band van Viollet-le-Duc. Hij zoekt hem op in Parijs, hij kijkt naar zijn werk. Viollet-le-Duc was al in de jaren 40 begonnen met het op papier reconstrueren, maar ook in de werkelijkheid restaureren van middeleeuwse gebouwen. Als belangrijkste natuurlijk de grote kathedralen. En ook dat was voor Viollet-le-Duc geen doel op zich, maar een manier om te laten zien dat er nog een andere manier mogelijk was van denken over ontwerpen en over bouwen. Dus om een nieuwe generatie architecten ervan te overtuigen dat je vanuit de middeleeuwse beginselen goed en mooi en eigentijds kon bouwen, moest je eerst als het ware bewijzen dat die architectuur ooit iets voorgesteld had. En ik denk dat de restauraties van Kuipers in dat licht gezien moeten worden. Hij reconstrueerde soms een ideale middeleeuwse architectuur om zijn tijdgenoten te laten zien dat je vanuit die architectuur verder kon. De torens die Kuipers ontwerpt voor de Münsterkerk in Roermond laten zien wat dit in de praktijk kan betekenen. Een onvoltooid gebleven middeleeuws gebouw wordt in de eigen tijd afgemaakt. Zijn ontwerp leidt tot een lange discussie over de juiste reconstructie. Uiteindelijk wordt Viollet-le-Duc erbij gehaald. Deze veegt alle bezwaren van tafel en Kuipers plan wordt alsnog goedgekeurd. Hij trekt ook de twee oostelijke torens hoog op. Kuipers zoekt contact met de Amsterdammer Jozef Alberdingk Tijm, een handelaar in verduurzaamde levensmiddelen en literator. Hij geeft een eigen blad uit, de Dietse Warande, waarin hij zijn ideeën over een nieuwe christelijke kunst verkondigt. In de eerste jaargang schrijft Tijm onder de titel Ene bouwloodse der 19e eeuw. De begaafde, nog jonge kunstenaar, de heer Kuipers, is een der mannen die de algemene roeping der kunst in ene christelijke maatschappij grondig beseffen en willen meearbeiden aan de zaak van het ware schone en van de schone waarheid. Toen hij lucht kreeg van Kuipers, mag je wel zeggen, via zijn eerste ontwerpen, wilde hij hem ook graag leren kennen, omdat hij in Kuipers eigenlijk het architectonische antwoord zag op zijn eigen nieuwe katholieke esthetica. Hij nodigt Kuipers uit voor een bezoek in Amsterdam. Ze hebben elkaar niet eerder ontmoet, maar Kuipers herkent Tijm direct aan zijn energieke tred en daadkrachtige uiterlijk. Later meldt Tijm krek hetzelfde te hebben gedacht. Beide jonge mannen spannen zich in om het verval van het ambacht en de beginselloosheid van de kunsten tegen te gaan, waarbij Tijm zich ontpopt als vurig propagandist van de middeleeuwse beginselen en promotor van Kuipers.
Tot 1789 mochten de katholieken alleen in schuilkerken hun diensten houden. Pas na 1848 wordt in Nederland iedere staatsinmenging in kerkelijke zaken officieel uitgesloten. De katholieken zijn nu vrij hun kerkprovincies nieuw op te bouwen. In 1853 worden de bisdommen in Nederland hersteld. Dat betekent dus met al die bisdommen ook alle parochies weer opnieuw tot leven gewekt. De katholieken komen uit hun schuilkerken, uit hun staties en hebben behoefte aan nieuwe kerkgebouwen. En wat dan het mooie is voor Kuipers, is dat hij in feite al daarop heeft geanticipeerd met de stichting van de kunstwerkplaatsen. En in de startblokken staat om die hele nieuwe markt in beslag te gaan nemen. Kuipers bezoekt bouwpastoors en presenteert zijn ontwerpen van kerkgebouwen. Hij laat zelfs modellen op schaal maken om de opdrachtgevers te overtuigen van de kwaliteiten van zijn nieuwe bouwstijl. Tijm houdt die zorgvuldig op de hoogte. Waarde vriend, hierbij ontvangt u de afgesproken schetsen drie mijner kerken. De kerk in Oefelt is thans onder dak. Ik ben voornemens de modelkerk in hout voor Veghel in Amsterdam te exposeren. Hoe denkt ge hierover? Zouden het de kosten waard zijn? Denkt ge dat dit enig nut voor de goede zaak zou opleveren? PS, indien ik het model exposeer, denk ik het zelf te komen plaatsen. Bij zijn eerste grote opdracht werd Kuipers meteen geconfronteerd met een ambitieuze opdrachtgever. Veghel was een kleine marktplaats die een eerste groeispurt doormaakte. En deken van Miert wilde een zeer grote kerk die sterk zou spreken in het stadsgezicht. Door Viollet-le-Duc was Kuipers op het spoor gekomen van de middeleeuwse gewelfconstructies. En hier werd hij onmiddellijk gedwongen zijn constructief systeem tot het uiterste op te rekken. Verhoudingsgewijs zeer dunne pijlers, hoog opgetrokken gewelven, een zeer ruime lichtbeuk en forse zijbeuken maken dat het geheel een zeer sterk sprekende kerkruimte is geworden. Het gehele welf is in gele ijzelsteentjes gemetseld. De metselaars die de welfsels maken, doen hun werk bijzonder goed. Zo'n heerlijk gezicht, de uitbouwing van de honderden steentjes te zien, om zo een grote oppervlakte te overdekken. De gebruikte materialen en de toegepaste constructies zijn in het werk van Kuipers steeds helder afleesbaar. Hout wordt blank gelaten, hang- en sluitwerk wordt op de deuren aangebracht. Voor zwaarder dragende constructies als vensterharnassen of deuromlijstingen wordt natuursteen in het zicht toegepast. De muren zijn van schoon metselwerk, al had hij hier nog een bepleistering in gedachten met beschildering. En zo'n pijler illustreert het verschil tussen klassicisme en gotisch rationalisme. In een klassiek gebouw wordt een zwaarder belaste pijler dikker. Bij Kuipers vermenigvuldigt zich het aantal schalken, waarmee de spierbundels van het gebouw als het ware zichtbaar worden gemaakt. De kerk staat naar middeleeuws model met de apsis naar het oosten gericht. In de apsis staat het hoogaltaar dat net als de preekstoel, de andere meubelen en de beelden in het atelier van Kuipers en Stolzenberg is vervaardigd naar ontwerp van de jonge Kuipers zelf. Alle kunsten werken samen om van het geheel een betekenisvol kunstwerk te maken. Gezamenlijk drukken ze één idee uit. De kerk vormt een gesamtkunstwerk. Als magister operum, als meester van de loods, staat Kuipers aan het hoofd van de werkplaats en houdt zo alles in eigen hand. Deze werkwijze zou tot ver in onze eeuw onveranderd blijven. Charles Broens was 14 jaar toen hij als leerling beeldhouwer bij Kuipers kwam. Je kwam hier naar binnen toe, op de binnenplaats. En door dat mooie deurtje, daar kwam je eigenlijk in de ateliers. Dan hadden we hier deze ruimte, waren de kantoren. De linkerkant de beeldhouwerij. Het vond allemaal zijn weg over de trappen naar boven waar de schilders zaten. De schilders van de kruiswegstaties. Alles wat in de kerk nodig was. Liepen we verder door, dan had je nog de afdeling van de polygramie. Mooie vlaaien. Krijt, en lijm, schuren, schilderen, etcetera, etcetera.
deze beeldengang, hè, wat u hier ziet, dat is maar een klein gedeelte. Vroeger was dat ongeveer 70, 80 meter lang. En dat hing vol met honderden beelden. Of hangende beelden, staande beelden. Alles werd gebruikt voor maar daar neer te stoppen. Hè. En als een pastoor of een kerkbestuur een beeld had uitgezocht, en dat was bijvoorbeeld zo'n model, dat was, laat ik zeggen, 50, 55 centimeter. En die pastoor die zegt, nee, ik moet een beeld hebben van een meter 28,5. En dat moet daar precies tussen komen. Dan moest dat precies, volgens die proporties, moest dat overgenomen worden. Had je een beeld van een meter, dan kostte dat 100 gulden. En arbeidsloon, een gulden per centimeter, hè. Was er een beeld waar bijvoorbeeld een Antonius en die had altijd een kindje op de arm, dat was dat dubbel tarief. Ja, daar waren er twee figuren op. De werkplaats was een woon-werkgemeenschap. De mensen werkten er niet alleen, maar woonden er voor een deel ook. En al dat werk stuurde Kuipers via zijn tekeningen. Vaak op één blad werd zowel de compositie als de belangrijkste details van, zoals hier bijvoorbeeld, een communiebank aangegeven. Die tekeningen gingen dan naar de tekenkamer en werden uitgewerkt in presentatietekeningen, waarmee dan vervolgens een opdrachtgever overtuigd kon worden van de kwaliteit van het werk. En rechtsonderin zie je vaak in code zelfs de prijs aangegeven, zodat bouwpastoors en kerkbesturen in één moeite door overtuigd konden worden. Kuipers probeerde niet alleen zijn werk te verkopen aan de verschillende opdrachtgevers, maar zocht ook naar wegen om zijn opvatting naar buiten te brengen. Voor de wereldtentoonstelling van 1855 zond hij een preekstoel in. Kreeg daarmee niet alleen een gouden medaille, maar ook juichende recensies in de bladen van de beweging. De neogotische beweging was een echte internationale beweging geworden. Rond figuren als Pugin in Engeland, maar ook Viola Le Duc en Diderot in Frankrijk waren niet alleen groepen leerlingen ontstaan, maar ook tijdschriften waarin men elkaars werk besprak. En Kuipers preekstoel werd daar bijzonder enthousiast in besproken. En hij werd eigenlijk binnengehaald als een nieuwe lood aan de beweging. Mijn waardste vriend, het is mijn droeve plicht aan u een verlies te melden, het welk mij getroffen heeft tijdens mijn verblijf in Parijs. Zij, die mij het dierbaarste was, is mij door de dood ontrukt, ten gevolge ener snel toegenomen, uitterende ziekte. In 1855 overlijdt zijn vrouw Rosalie. Kuipers brengt op dat moment juist een bezoek aan Viollet le Duc in Parijs. Maar het werk gaat door. Kuipers krijgt meer en meer opdrachten. Zijn ideeën beginnen aan te slaan. In Wijk is men bezig met het welsel van het koor. Ik heb de mannen 10 liter bier beloofd als ze voor de avond het welsel gedicht hebben. Morgen moet ik weer koers maken. Sittard, Graven, Sint Agatha, Deven, van kleine parochies met weinig geld. Bijvoorbeeld Veghel, waar een hele grote kerk neer werd gezet, was een parochie van kleine keuterboertjes. Kerken kosten zo variërend tussen de 60 en soms wel 120.000, 140.000 gulden. Om u een idee te geven, een onderwijzer verdiende 1000 gulden per jaar. Dus een kerk kon 120 jaar lonen van toch een redelijk betaalde ambtenaar kosten. Soms was het duidelijk, de kerk in Vorden werd betaald door een adellijke familie. Soms werd het ook met jarenlang sparen bij elkaar gebracht, waarbij, zoals bijvoorbeeld in Pei, ook de parochianen wel hand- en spandiensten verrichten. Dorpsbewoners hielpen daar met het in- en uitladen van de stenen, metselden misschien zelf ook wel een stukje. Gisteravond ben ik om 11 uur aangekomen na op alle mogelijke manieren gereisd te hebben. Te voet, kar, met wagen door 2 paarden bespannen, schuitje, stoomboot, omnibus en spoor. Steeds vaker reist Kuipers naar Amsterdam om Tijm en zijn kunstvrienden te ontmoeten. Tijm woont inmiddels aan de nog niet gedempte Nieuwezijds Voorburgwal. Kuipers is erg onder de indruk geraakt van Jozefs jongere zuster Antoinette. Een ontwikkelde vrouw die 5 talen spreekt, piano speelt en goed kan zingen. Het gevoel is wederzijds. Toen hij om haar hand kwam vragen, vond Jozef eigenlijk toch dat het een mésalliance dreigde te gaan worden. En hij vond de Kuipers toch niet sociaal hoogstaand genoeg
om een verbinding aan te gaan met de Tijmen. Daarbij speelde dan nog het probleem dat bij Kuipers in huis hier in Roermond woonde nog de zus van zijn eerste vrouw. Die zorgde voor het oudste dochtertje. En iedereen ging ervan uit dat zij uiteindelijk met Kuipers zou gaan trouwen. Dus het kwam toch wel als een donderslag bij heldere hemel. Na een intensief onderzoek naar de kredietwaardigheid van zijn vriend Kuipers stemt Tijm toe. Het paar trouwt op 1 maart 1859. De huwelijksreis naar het Duitse Rijnland is onvergetelijk. Terug in Roermond ontfermt zij zich over de boekhouding en voert de correspondentie. En Kuipers reist het land door, van de ene bouwplaats naar de andere. Hij schrijft haar dagelijks. Lieve Nanny, de dag van heden was mij rijk aan genot. Deze morgen reed ik, zoals ik u gisteren schreef, vroeg uit. Het weer was heerlijk. Morgen per koets naar Vorden, Huizen en Demen. Denk eraan om mijn notities uit mijn boekje over te schrijven. Er zijn verscheidene zaken genoteerd die niet vergeten mogen worden. In zijn vroegste kerken, zoals Vorden en Veghel, richtte Kuipers zich nog heel nadrukkelijk naar het Franse gotische model. In de jaren 60 en 70 zie je dat hij steeds meer gaat kijken naar de plaats waar hij bouwt. Hij richt zich naar de lokaal beschikbare materialen. In Nederland is dat natuurlijk baksteen. Kijkt naar het landschap, het dorp waar de kerk ingezet moet worden. In Ruurlo zie je dat in een landelijke setting een ook meer laaggehouden landelijke kerkje neergezet wordt. Maar ook in de vormentaal, in de historische ornamenten die hij gebruikt, richt hij zich steeds meer naar de plek. En daarbij zie je dan ook elementen komen uit het Maasland, de streek tenslotte waar hij groot geworden was. In Netterden, een plaatsje in de Achterhoek, vlak langs de Rijn, koos Kuipers voor een kerk met een lage kap die aansluit bij de bescheiden schaal van het dorpje. Met een reeks hoog opgetrokken vensters langs de zijbeuk haalt hij toch licht binnen. Met zo'n lage kap kon je geen lichtbeuk meer maken, maar nu heeft hij een reeks hoge ramen die mooi licht in de kerk brengen. Met deze oplossing was hij tegelijkertijd van een constructief probleem af. De dwarskapjes van die schijnkapellen vangen de druk op van de luchtbogen binnen en zo kan hij een gesloten compositie maken. De kerk is opgetrokken uit een prachtige handvormsteen, ongetwijfeld uit een fabriek hier ergens langs de Rijn. Waarbij ook de lijsten en de cordonbanden van baksteen zijn met een subtiel ingebakken profiel. Als geheel vormt de kerk een rijke compositie uit een sterk wisselende reeks volumes die van heel laag via het traptorentje als het ware opbouwt naar de hoge toren. De kerk als geheel vormt zo eigenlijk een dorp in het dorp. In Druten, een stadje in de Betuwe, zet Kuipers een kerk neer van hetzelfde type als in Netterden. Weer de karakteristieke vorm van de zijbeuken, maar nu op de schaal van de grotere plaats. De hoge kap en de forse toren maken dat je de kerk van verre over de Betuwe ziet staan. De toren wordt gebouwd voor de gemeentenaren buiten de kerk. De toren moet hoog zijn. Hij dient om uit de verte de plaats der kerk aan te tonen. Hij moet hoog zijn omdat de klokken het geluid in de verte over de woningen der gemeentenaren moeten verspreiden en hen ter kerke roepen. Een lage toren is een onding. Het aantal kerken dat Kuipers gebouwd zou hebben heeft in de loop der jaren mythologische vormen aangenomen. Sommige bronnen spreken van wel 200. In de praktijk heeft hij zo'n 80 kerken ontworpen, waarvan er 68 ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Dat betekende dat hij vaak vele kerken tegelijk in aanbouw had. En om dat praktisch te kunnen bolwerken, gebruikte hij zijn meest getalenteerde leerlingen en die werden als opzichter in de dorpen gezet. Op den duur had hij een min of meer vaste ploeg metselaars die getraind waren in het maken van bijvoorbeeld kruisribgewelven, die van werk naar werk trokken en daar de gewelven voor hem opmetselden. In de 60er jaren van de 19e eeuw worden de spoorbruggen over de grote rivieren aangelegd. Ook het noorden van Nederland wordt nu voor Kuipers goed bereikbaar. Ik kwam van Vorden, waar de kerk bijna af is. Ik heb er nog altijd werkvolk.
Heden moet ik in Amsterdam nog bij pastoor IJzerman langsgaan. Misschien krijg ik ook die kerk. Ik hoop zijn eerwaarde nog hedenavond te kunnen spreken. Dan ga ik morgen per eerste trein naar Haarlem. Hij bouwt kerken in Amsterdam, Ouderkerk, Blaricum, Sappemeer, Bovenkerk, Wijdgaard, Bodegraven, Kloosterburen, Ameland, Dokkum, Alkmaar, Vlaardingen. Lieve Nanny, om 5 uur kwam ik de Sneek aan. We zaten mannetje aan mannetje. Al die Friezen praten en smoken onophoudelijk. En desondanks heb ik gisteren geen hoofdpijn gehad. Wat zegt ge daarvan? In eerste instantie verrast het dat Kuipers juist boven de rivieren in Friesland zoveel kerken bouwde. Maar na de Napoleontische tijd werden in Brabant en Limburg veel kerken teruggegeven aan de katholieken. In het noorden bleven ze aan de protestanten en werden veel nieuwe neergezet. Met zijn forse torens, sprekend in het landschap, gaf hij de katholieken dan ook heel duidelijk een plaats. In het stadsgezicht, het dorpsgezicht en hier in het landschap. Veel vervoer vond in Friesland in het merengebied nog plaats over water. Kuipers realiseerde zich dat zeer goed. Blauwhuis lag langs een belangrijke vaarroute en met een scherp getekend karakteristiek silhouet van de toren maakte die dat de schippers hun koers uitzetten op de toren van Blauwhuis. Ze voeren op God en nu ook op de katholieke God. De pastoor van Blauwhuis is een vriendelijk man die begrijpt dat zijn taak meer is dan alleen de mis lezen. Hij heeft een bibliotheek en leest Vondel. Maandag zal hij me introduceren bij de pastoor van Heeg, die ook een nieuwe kerk moet bouwen. 'S Avonds zal hij me bij de deken van Sneek brengen, van waar ik dinsdagmorgen zal vertrekken om over Lemmer per stoomboot naar Amsterdam te reizen. Gisteren heb ik weer met hoofdpijn moeten worstelen. 1/2 uur te bed, weer werken, weer tekenen, 1/2 uur rust, weer tekenen, enzovoorts. En om 8:30 voorgoed te bed. Kuipers' naam is gevestigd. Hij is 33 jaar en heeft al 16 kerken gebouwd. In Eindhoven verrijst de Sint-Catharina. De bouw zal 8 jaar duren. Het is een kruisbasiliek volgens Frans-Gotisch model. Maar de oriëntatie heeft hij moeten loslaten. Het front met de 2 torens is wel imposant, maar voegt zich moeizaam in het gesloten beeld van het kleine stadje. Het middeleeuwse ideaalmodel blijkt niet zo bruikbaar als Kuipers had gedacht. Met de Laurentiuskerk in Alkmaar werd Kuipers scherp geconfronteerd met het probleem van het bouwen in een oude binnenstad. De kerk stond niet meer in het midden. Zij kreeg niet meer zoals in de middeleeuwen een mooi plaatsje toegewezen. Zij moest zich, net als andere nieuwkomers in de stad, stations, hotels, verzekeringsmaatschappijen, op de vrije markt een stukje grond zien te verwerven. Het middeleeuwse kerkmodel van Kuipers werkte daarop niet. Teruggezet op een bouwblok bleef de kerk betekenisloos. En toen ook de toren nog niet gebouwd kon worden door geldgebrek, bleef langs deze gracht eigenlijk een gat. Voor de Dominicuskerk in Alkmaar, hemelsbreed, niet meer dan een paar honderd meter verder dan de Laurentius in het stadsbeeld, pakt hij het heel anders aan. Hij begint met in zijn schetsboek de vorm van het terrein uit te zetten en ordent dan eigenlijk heel rationeel de verschillende elementen van het programma naar het uitkomt volgens het terrein. We zien een plattegrond waarbij de apsis, de kapellen en de pastorie mee laat lopen met de vorm van het terrein. Binnen komt hij niet uit met zijn oppervlakte, daar moesten iets van 1200 stoelen in en maakt dus dubbele galerijen, eigenlijk als in een modern theater. Overigens iets waar Pugin erg op tegen was. En in de compositie zie je hoe met de verschillende elementen, pastorie, apsis, kapel, een compositie gemaakt wordt die aansluit bij het bestaande straatbeeld. In 1984 werd de kerk gesloopt om plaats te maken voor een winkelcentrum. Een torentje doet nog dienst als paskamer. In de binnenstad van Amsterdam wordt begin jaren 60 de laatste hand gelegd aan de vieringkoepel van de Posthoornkerk. Ook hier maakt Kuipers een dubbele galerij om aan alle kerkgangers een plaats te bieden. Het loslaten van het middeleeuws model werkt bevrijdend. Hij laat zien dat de rationele beginselen van de gotiek juist in de complexe structuur van een moderne stad goed bruikbaar zijn. Met een vrije plattegrond en een open compositie kan Kuipers nu op elk perceel een kerk projecteren. In Sneek bouwt Kuipers de Martinuskerk. Het is weer een mooi voorbeeld hoe Kuipers met de pastorie
en de sacristie de kerk inpast in een oude context. Hij heeft duidelijk een hang naar de middeleeuwen, maar van de andere kant een zo ontzettend moderne en 20e eeuwse daadkracht. Hij stampt het een en ander uit de grond. Ik denk dat het iemand was die de laatste middeleeuwer was en de eerste projectontwikkelaar van Nederland. Ik denk dat het een man is geweest die een enorme hoop eeuwen en strevingen in zichzelf verenigde, maar eigenlijk nooit tot een harmonisch evenwicht van een en ander kan. Ik denk altijd dat het een soort strijd in hem is geweest. Ja. Van de ene kant een orgie van middeleeuwse gloed als je deze kerk ziet van binnen, en van de andere kant een orgie van nuchtere zakelijkheid als je hem aan de buitenkant ziet. Het is net alsof er twee uitersten in één man proberen tot kristallisatie te komen. De positie van de architect was in de 19e eeuw natuurlijk heel anders dan in de middeleeuwen. Met zijn loodsen en zijn woonhuis in Roermond verbeelde Cuypers nog min of meer het idee van een meester van het gilde die te midden van zijn ambachtslieden en zijn kunstenaars zijn werk doet. Maar de werkelijkheid was dat hij als een vrije ondernemer moest opereren in een liberale samenleving. Dat hij als een vrije kunstenaar zijn werk moest zien te verkopen in een ook kritische samenleving. De vaste banden tussen architecten en opdrachtgevers waren verdwenen. De vaste dienstverbanden van een architect bijvoorbeeld bij het hof, bij de kerk, bij de adel. En hij moest nu in een kritische samenleving, in een vrije markt, zien zijn visie op de architectuur te verkopen. In 1863 doet Cuypers mee aan de prijsvraag voor een nieuw museum in Amsterdam. Het is een initiatief van een groep invloedrijke Amsterdamse burgers, onder wie Tijm. Cuypers laat zien dat zijn rationele beginselen op verschillende manieren uitgewerkt kunnen worden en presenteert twee versies van hetzelfde ontwerp. Eén met gotisch ornament en de ander gedecoreerd in renaissance-stijl. Maar zijn architectuuropvatting wordt voor dit soort openbare gebouwen nog niet geaccepteerd. Het winnende ontwerp is een klassicistisch gebouw van de Duitse gebroeders Lange, maar het is te duur. Het verlangen van Cuypers om naar Amsterdam te verhuizen groeit echter met de dag. Amsterdam, de grote stad waar mijn verbeelding naar uitgaat. Om de ruimte, het moderne verkeer, dat je in het intellectuele leven nodig hebt als jong architect voor de groei van je werk. De aanleiding voor de verhuizing naar Amsterdam was het idee van dat Cuypers in Amsterdam een grotere actieradius had voor zijn werkzaamheden. En dat is ook wel gebleken, want anders had hij niet bijvoorbeeld heel Friesland en Groningen erbij kunnen betrekken. Aan de andere kant kun je ook zeggen van hij vond in Amsterdam een gespreid bed klaarstaan. Alberdingk Tijm hoorde tot de sociale bovenlaag, kende iedereen daar, kende ook de politiek goed, wist waar de opdrachten zaten. Eigenlijk kwam Cuypers daar in een kant-en-klaar setting. Bij de Leidse Poort, net buiten de stadswallen, koopt Cuypers een voormalige theetuin met huis, waar hij in 65 met Antoinette, Roos en zoontje Jos zijn intrek neemt. Cuypers is erg teleurgesteld over de afwijzing van zijn museumontwerp en besluit om zelf te laten zien hoe een eigentijdse architectuur eruit moet zien. Op zijn eigen terrein ontwikkelt hij een nieuwe straat en bouwt een rij woonhuizen, de latere Vondelstraat. Tegenover de gebruikelijke witgepleisterde straatwanden met doorlopende rechte lijsten plaatst Cuypers een levendig, schilderachtig straatbeeld. Met de topgevels volgt hij heel logisch de vorm van de kappen en benadrukt daarmee tegelijkertijd het individuele woonhuis in de gesloten rij. Centraal in het plan staat een monumentaal gebouw, de Kerk van het Heilig Hart, met een achtkantige toren. Kerk en straat verbeelden zo Cuypers ideaal van een harmonische gemeenschap van individuele burgers die zich schaart rond de kerk als geestelijk leider. Het werk van Cuypers in deze buurt werd uitvoerig bestudeerd door de kunsthistorica Lydia Lansink. De kerk is zonder twijfel Cuypers mooiste. Werd zeer bewonderd ook in latere jaren door bekende bouwmeesters als Berlage en Kramer en Lauriks. Een juweeltje van vinding werd hij bijvoorbeeld genoemd.
Het was echt Kuipers eigen kerk. Hij woonde tegenover. Eerst in het huis hier rechts van mij. En later een eindje verderop in een nog mooier huis. En als spoedig werd dan ook gezegd over Kuipers. Het Vondelpark is een achtertuin en de Vondelkerk is een huiskapel. En zo functioneerde het in feite ook, denk ik. Tot voor kort was in de villa van Kuipers een architectenbureau gevestigd. De nieuwe eigenaar, de muzikus Han de Vries, probeert nu het pand in oorspronkelijke staat terug te brengen. Dit gedeelte is gevoegd. Hierboven zijn een aantal stukken die ook gevoegd moeten worden. Maar dat moet ook zo gebeuren dat er niet echt grote kleurverschillen zijn. Want als je daar niet op let, dan zit je met plotseling hele nieuwe witte strepen en zo. Maar goed, je hebt op die foto van Kuipers uit Kuipers zijn eigen tijd gezien dat dit geheel en al onder de klimop zat. Wat ik zo komisch vind, als je het zo in details dingen bedenkt, dat je dan je eigen huis geheel en al onder de klimop laat groeien. Er is weer een hoop veranderd sinds de vorige keer. Deuromlijstingen worden weer een stukje bij. Ja, dit is nieuw allemaal. Dit is nieuw. Deze stukken, die waren allemaal afgehakt. Het meeste was weggehakt, omdat je dan het meubelplaat er beter op kon schroeven. Ja. Je kan heel lastig meubelplaat over die profielen plaatsen. Daarvoor moet je het eerst eraf haken. Dus dan eerst maar het profiel eraf en dan vlak aftimmeren. Ja. Het gekke is dat ik sommige kleuren vreselijk lelijk vind. Maar als je besluit om het echt helemaal, het hele scala op te knappen, dan klopt het. Het wordt dus direct lelijk, zodra niet alles origineel is. Dus dat is eigenlijk ook het hele motto. Ik wil het eerst helemaal zo hebben als het, voor zover je dat kan zeggen, zoals het was. En dan kijk ik wel of ik het uithaal. In Amsterdam heeft Kuipers geen atelier meer aan huis. In de avonduren zit hij aan zijn kleine tekenplank te schetsen, terwijl Antoinette op de piano speelt. Er zijn inmiddels nog 3 dochters geboren. Een tweede zoontje overlijdt op jonge leeftijd. In 1973 blaast kunstambtenaar Victor de Steurs het plan voor een museum nieuw leven in. Kuipers wordt met 3 andere architecten uitgenodigd voor een besloten prijsvraag die hij wint. Het idee dat een klassieke tempel niet de gepaste huisvesting is voor de nationale kunstcollectie is inmiddels breed geaccepteerd. Het nieuwe museum werd gebouwd in de polder, net buiten de oude vesting van Amsterdam, precies in de as van een van de uitvalswegen. En de gemeente hield bijvoorbeeld al rekening met de aanleg van een nieuwe wijk achter het museum. Je ziet midden in het museum een grote poort die de ontsluiting moest gaan worden van een nieuwe wijk. Daaromheen heeft Kuipers zijn gebouw geconcipieerd. De opzet is symmetrisch, geïnspireerd op het Paleis op de Dam, maar hij heeft rekening gehouden met dat nieuwe element, die poort. Links en rechts waren 2 binnenplaatsen waaromheen de verschillende delen van het museum zich groepeerden. En vroeger, het is helaas nu dichtgezet, had je bij de gang door de poort links en rechts een blik in die binnenplaatsen. Stond de kunst als het ware tussen stad en land. De cultuur vormde de verbinding tussen de stad en de natuur. Een ambachtelijke manier van werken zoals Kuipers zich idealiter voorstelde was bij een groot gebouw als het Rijksmuseum eigenlijk niet meer mogelijk. Daar moest in een hoog tempo, bij een sterk gerationaliseerd bouwproces, een enorme hoeveelheid materiaal verwerkt worden. En als je dat proces nog tot in detail wou beheersen, dan lukte dat alleen via de tekening. In de directieketen voor het Rijksmuseum zie je hoe Kuipers vooral omringd wordt door tekenaars. Door alles van tevoren te tekenen, daar met architect en aannemer de handtekening onder te zetten en het geheel de lading te geven van een contract, kon Kuipers het gebouw nog tot in detail beheersen. Hij maakt schetsen voor ieder onderdeel van de gevel. Hier bijvoorbeeld het middendeel waar het beeldhouwwerk, het ornament, tot in detail getekend wordt. Dit soort bladen werden door zijn tekenaars vervolgens uitgewerkt. Hij tekent ieder detail van de ijzerconstructie die in een fabriek in België geprefabriceerd werd en op de bouw aangeleverd. Hij maakt ontwerpen voor het interieur. De kleuren worden op dit soort velletjes aangegeven. Heel aardig is dat hier een blaadje bijgetekend is, waarin je nog eens ziet hoe hij zich steeds inspireert op de natuur bij zijn ontwerp. Maar ook dingen als vlakornament, waarmee banden door de kamers worden gemaakt, tekent hij vaak schaal 1 op 1 zelf.
En naar dit soort ontwerpen werden dan vervolgens schablones gesneden waar de schilders mee aan het werk konden. Je ziet dus hoe Kuipers van platte grond tot het allerlaatste detail via de tekening het hele gebouw beheerst. Het ambacht is nadrukkelijk verschoven naar het niveau van de tekening. Kuipers wordt benoemd tot architect der Rijksmuseumgebouwen en staat aan het hoofd van een van de grootste Nederlandse bouwprojecten. Honderden ambachtslieden werken 8 jaar lang aan zijn museum. Met stoomkracht worden de duizenden palen geheid. Een railstelsel zorgt voor het transport van het materiaal op de bouwplaats. Voor zo'n groot gebouw heeft het Rijksmuseum relatief kleine ingangen. Links en rechts van de poort 2 toegangen. En daarmee introduceert Kuipers nadrukkelijk de menselijke maat als schaaleenheid voor het hele gebouw. 2 beelden aan weerszijden brengen nog eens heel duidelijk de menselijke figuur direct in verband met de deur. Je kunt je dan als bezoeker, als gebruiker, als het ware afmeten aan het gebouw. In de kerkbouw had Kuipers inmiddels geleerd alleen de constructie te laten spreken. Maar bij zo'n belangrijk gebouw als het Nationaal Museum was meer geld, was ruimte voor ornament. En hier zien we het gebouw als het ware in feesttooi. De gevels zijn rijk aangekleed. Ornament benadrukt steeds de belangrijkste onderdelen van de constructie, zoals kapitelen, consoles en de aanzetten van de bogen. Ook figuratieve sculptuur volgt de constructie, maar vertelt tegelijkertijd over de betekenis van het gebouw in de stad. Het beeldprogramma verheerlijkt de vaderlandse kunst en haar geschiedenis. Op de reliefs boven de poorten brengen de kunsten tribuut aan de Amsterdamse stedenmaagd. Allegorische figuren aan de topgevel verbeelden verheven thema's als waarheid, schoonheid en het samengaan van arbeid en bezieling. Op tegeltableaus aan de westzijde wordt de roem van Amsterdam voorgesteld. Een feestelijke stoet van historische figuren maakt een triomftocht langs de monumenten van de stad. Via de met baksteen overwelfde entree stijgt de bezoeker op naar de monumentale voorhal en begint dan aan zijn rondgang langs de hoogtepunten uit de beeldende kunsten. Er zijn stijlkamers en kabinetten. Elektrische verlichting bestaat nog niet. 'S Winters moet het museum daarom al vroeg sluiten. De met glas overdekte binnenplaatsen tonen de bezoeker gipsafgietsels van beroemde beeldhouwwerken. Het geheel vormt zo tegelijkertijd een les in de cultuurgeschiedenis. Kuipers krijgt er voor het leven een eigen werkruimte en gaat lesgeven aan de 2 nieuwe kunstopleidingen die in het gebouw worden gevestigd. Er is ook ruimte gemaakt voor een bibliotheek. In de tuinen worden fragmenten van gesloopte gebouwen en resten van vestingwerken opgesteld, die door Kuipers en de steurs uit het hele land worden verzameld. Behalve een museum wordt het gebouw zo ook een educatieve instelling waar een nieuwe generatie kunstenaars wordt opgeleid. In de gevels van het gebouw weerspiegelt zich het beeld van de Amsterdamse grachten. Met het silhouet refereert Kuipers aan het profiel van een middeleeuwse stad. Zijn ideaalbeeld van een harmonische gemeenschap. De feestelijke opening vindt plaats in 1885. De koning is niet aanwezig. Hij hoort bij de mensen die het ontwerp bekritiseren en het een bisschoppelijk paleis vinden. Maar er is ook veel waardering. En het Rijksmuseum betekent Kuipers internationale doorbraak. Hij is op het hoogtepunt van zijn roem. Antoinette voert de correspondentie met de opzichters die in het land aan de nog immer doorgaande kerkenbouw leiding geven en doet de financiële administratie. Zoon Jos is inmiddels afgestudeerd architect en werkt ook voor het kantoor. De jongste dochters willen een naaiatelier opzetten, maar komen daarmee in conflict met hun vader. Het drama is compleet als een van beiden met een Chinees trouwt.
Ze heeft hem ontmoet op de wereldtentoonstelling die in Amsterdam in 89 plaatsvindt. De moderne tijd dient zich aan. Molens worden afgebroken, grachten gedempt. Riolering en waterleiding worden aangelegd en nieuwe wijken verrijzen. Het aantal bouwvakkers is in korte tijd verdubbeld. Met een aantal kerken drukt Kuipers een belangrijk stempel op het gezicht van de nieuwe wijken. Voor de Spaarndammer buurt ontwerpt hij de Maria Magdalena kerk. Aan de Amstel verrijst de Willy Brordes buiten de Vesten. Voor de Zeven Torens is voorlopig geen geld. Uiteindelijk zou Kuipers 6 kerken in Amsterdam bouwen, waarmee ook de nieuwe stad een rijk silhouet krijgt. Honderden werklieden zijn voor Kuipers aan de slag. Amsterdam is bezig met een reorganisatie van de infrastructuur en de verbetering van de waterhuishouding in en rond de stad. Het IJ wordt afgesloten en de haven krijgt via het Noordzeekanaal een directe verbinding met de zee. Het sluitstuk is een nieuw station geprojecteerd op een eiland in het open havenfront. Ingenieurs van Waterstaat zijn verantwoordelijk voor het technische gedeelte, zoals de spoordijken, de kap en de bruggen. Maar men beseft dat voor het hoofdgebouw een architect nodig is. Het station zal meer dan enig gebouw in den stad tentoongesteld staan en mag geen misstand geven. Zelfs mag het wenselijk heten dat het gunstig spreekt. Het Centraal Station vormt in zekere zin de tegenhanger van het Rijksmuseum. Samen zijn ze nieuwe stadspoorten van het opbloeiende Amsterdam. En hier bij het station heeft Kuipers ervoor gezorgd dat de twee torens van het middendeel precies in de as staan van de Damrak, zodat al vanaf de Dam de poort naar de wijde vechten geopend door de spoorwegen te zien is. De oostgevel van het Centraal Station is een prachtige illustratie van de combinatie van rationalisme en romantiek in het werk van Kuipers. Met de goederenloodsen, lage aanbouw aan het station laat hij heel zakelijk zien dat het hier gaat om werkplaatsen. Maar aan de kopgevel wil hij toch weer het beeld van de poort tot de stad aangeven. En als een los decor zet hij aan beide kanten van de overkapping een torentje neer. Echt alsof het een coulis is in een toneelstuk, wordt dat poortje tegen het gebouw aangezet en met de grote boog verbeeldt het dan nog weer eens een keer die stadspoort van Amsterdam. De koning krijgt een aparte entree die leidt naar de koninklijke wachtkamer. Het is een van de weinige interieurs van Kuipers die nog in oorspronkelijke staat verkeren. In de eigenlijke wachtkamer worden alle kunsten, alle technieken ingezet om er een monumentaal geheel van te maken. Houtsnijwerk voor wanden en deuren, ornament op de wanden, aangebracht met schablonen, gesneden door Kuipers eigen ornamentwerkers. Op de vloer een tapijt naar eigen ontwerp, meubels idem dito. Een kroonluchter die een prachtig voorbeeld is van het smeedwerk van Kuipers, met een sterke nadruk op de constructieve lijnen, waar het ornament als een losse wingerd van metaal overheen is gelegd. En als afsluiting weer een grote glas- en loodwand die het daglicht nog even buiten houdt, de wachtruimte afscheidt van het perron waar in het heldere licht de trein staat te wachten. Aanvankelijk ging men ervan uit dat het gebouw voornamelijk voor goederenvervoer zou worden gebruikt. Men rekende op nog geen 15.000 reizigers per dag. De kruisingen tussen treinen en passagiers waren dan ook in het eerste plan gelijkvloers. Tegenwoordig zijn het er meer dan 100.000... en de inrichting van het gebouw werd de afgelopen decennia ingrijpend gewijzigd. Het Rijksmuseum en het Centraal Station betekenen het absolute hoogtepunt in de carrière van Kuipers. Maar tegelijkertijd in zekere zin ook een eindpunt. Rond beide gebouwen ontstond een vrij felle discussie waarin politieke, ideologische, architectuurtheoretische, maar ook elementen van pure broodnijd van zijn collega's zich vermengden. Men was bang dat zijn stijl de officiële overheidsstijl zou worden. En de kritiek betekende dat hij daarna geen grote publieke opdrachten meer kreeg.
Nog geen 10 jaar na de opening van het Centraal Station bouwt Berlage aan de overkant zijn beurs. Hij gaat door op de rationele bouwbeginselen van Kuipers, trekt het gebouw op in rode baksteen, maar gaat verder in het abstraheren van het ornament. Hij dringt het letterlijk terug in de muur. De beurs vormt het beginpunt van een nieuwe kunst, maar spiegelt zich tegelijk in het silhouet van het Centraal Station. Kuipers is erin geslaagd vanuit de middeleeuwse gotiek een bouwstijl te ontwikkelen voor de eigen tijd. Hij geeft hiermee een belangrijke aanzet voor een jongere generatie architecten om volgens rationele principes verder te bouwen. Zij waarderen zijn werk en zien het als een belangrijke schakel in de ontwikkeling van de moderne architectuur in Nederland. Als Nestor van de Nederlandse architectuur krijgt Kuipers een eredoctoraat van de TH Delft. Tientallen onderscheidingen en erelidmaatschappen in binnen- en buitenland. In 1898 overlijdt Antoinette. Kuipers gaat terug naar Roermond en zal ieder jaar op haar sterfdag op zijn bed gaan liggen in de hoop eveneens te overlijden. Hij is dagelijks te vinden op de ateliers, maar het architectenbureau wordt geleidelijk overgenomen door zijn zoon Jos. Wel blijft Kuipers een belangrijke rol spelen als adviseur, voornamelijk bij restauraties. Hij wordt benaderd door baron van Zuylen, die onlangs getrouwd is met een telg uit het schatrijke geslacht Rothschild. Men heeft het plan opgevat het oude familiebezit, kasteel De Haar, te reconstrueren. Kuipers krijgt carte blanche. Terwijl het echtpaar de wereld afreist om meubels en kostbaarheden te verzamelen voor de inrichting, bouwt hij het kasteel van de grond af op. Kosten nog moeite worden gespaard. Op speciale wagens worden bomen uit een naburig woud naar het landgoed gebracht om de oprijlaan te sieren. Een dorp wordt verplaatst om een rustieke vijverpartij aan te kunnen leggen. Veel ontwerptekeningen voor het kasteel maakt Kuipers op het Rijksmuseum, waar nog steeds kunstenaars en architecten worden opgeleid. Een van hen is de in 1987 overleden Hendrik Weideveld. In 1975 vertelt hij... In 1889 ging ik naar de Jan Luikenstraat en daar ging ik naar boven toe de stenen trappen op naar het kantoor van de oude Kuipers. Ik heb dus daar gewerkt tot een keer dat ik daar stond. Ik dacht, wat vreemd, ik zie rook. Ik zie rook uit die toren van de Vondelkerk. En plotseling zag ik vlammen, rode vlammen eruit komen. En ik riep tegen de tekenaars, kom eens kijken aan het raam. Ik geloof dat de toren van de Vondelkerk in brand staat. In no time vlogen de tekenaars natuurlijk de trap af. Allemaal naartoe, naar het Vondelpark. En stonden in het Vondelpark te kijken. Fantastisch gezicht. Tragisch, verschrikkelijk, maar ondertussen toch van een schoonheid ook. Als je zo'n vlammende toren daar ziet, het is geen speelgoed. Maar nu gebeurt er weer iets. Want ik dacht, nu moet hij hersteld worden, nu moet het herbouwd worden. Terwijl alle tekenaars daar bleven staan kijken naar al dat spuiten, was ik de enige die met een vaart terugholde naar het Rijksmuseum. Ik holde de trap op en ik was op het kantoor alleen, deed de kast open, haalde die map van de Vondelkerk tevoorschijn, legde hem open en zag de plattegrond en zag de torentekeningen. Op dat moment hoorde ik de oude Kuipers naar boven komen. Want die was op kantoor gebleven. En die kwam naar binnen en die zegt, mag ik eens even zien? Ik wil de kerk, zegt meneer Kuipers, hier ligt de map kant en klaar. Maar hij zei geen woord. Hij keek me alleen even aan en legde zijn hand op mijn schouder. Dat was alles wat hij deed. Maar 14 dagen daarna werd ik plotseling naar beneden geroepen of ik bij de oude Kuipers wilde komen. Gij hebt gewerkt aan de uitbouw van de Rembrandtzaal. En nu gaat gij naar kasteel Huizelle en zal daar opzichter zijn voor die bouw. Uiteindelijk zou de bouw van het kasteel 14 jaar duren. Kuipers is goed bevriend geraakt met de baron en krijgt er een eigen logeervertrek. Zijn 90ste verjaardag is een nationale gebeurtenis.
Wederom wordt hij overladen met onderscheidingen en heel Roermond viert feest ter ere van hun held. 3 jaar later, op 3 maart 1921, overlijdt Pierre Cuypers, 93 jaar oud. In het begin van de jaren 30, toen liep dat nog allemaal heel aardig. Toen was er nog wat werk, haar zuilen, vele kerken en zo. Maar toen tekende zich toch eigenlijk als een beetje de afgang af. We werkten zo nog met een 30, 35, 40 man personeel. Op de ateliers, buiten de schilders die aan de kerken bezig waren. Maar dat liep niet meer. Hè? En toen kon je eigenlijk zeggen, in de jaren 36, 37, het is afgelopen. Toen bleven we nog met 2 mensen over. Hè? En in 45, toen is eigenlijk de zaak sloes. Ja, toen was het afgelopen. Ja, helemaal. In de jaren 70 lopen de kerken leeg. De bisdommen hebben geen geld meer voor het onderhoud van hun gebouwen. Er wordt veel gesloopt. Vooral in Amsterdam wordt er flink huisgehouden in het oeuvre van Cuypers. Ook de Vondelkerk kreeg zo in de jaren 60 ernstig te lijden van de toenemende ontkerkelijking. De parochie werd alsmaar kleiner. Het geld kon eigenlijk niet meer worden opgebracht voor het onderhoud van de kerk. Bovendien raakte de parochie erg verdeeld. En het schitterende feest dat hiervoor Gerard Rever werd georganiseerd ter gelegenheid van zijn PC Hoofdprijs was ook bepaald niet bevorderlijk voor de eenheid binnen de parochie. Je hebt een winkel en als je niet behoorlijk schreeuwt, dan blijven je wasmachines op magazijn staan natuurlijk. Maar In 1977 wordt de laatste dienst in de Vondelkerk gehouden. Het bisdom verkoopt de kerk voor 1 gulden aan een projectontwikkelaar. Het is een monument, maar het interieur wordt eruit gebroken. Krakers bezetten het gebouw en het raakt zo bouwvallig dat sloop onafwendbaar lijkt. Een groep particulieren richt een stichting op om een nieuwe bestemming aan het gebouw te geven en het zo voor de sloop te behoeden. In 1984 werd de Stichting Vondelkerk de trotse, maar toch ook wel zeer nerveuze eigenaar van een schitterend monument met zeer veel achterstallig onderhoud en 6 behoorlijk autonome krakers. 2 kort gedingen hebben geleid tot de verhuizing van de krakers. En na een buitengewoon spannende bouwperiode kon de kerk in 1986 worden heropend door de wethouder Monumentenzorg van Amsterdam. De kerk wordt voor de stad behouden door het gebouw te exploiteren als kantoor. Gebouwen als de Vondelkerk zullen niet meer worden neergezet. De tijd van het bakstenen gewelf is voorbij. En het ornament speelt geen rol meer als middel om de architectuur betekenis te geven. Wat blijft is Cuypers' sprekende bijdrage aan het beeld van de moderne stad. De sterke silhouetten van zijn gebouwen inspireren nog steeds na te denken over de plaats en de betekenis van monumentale gebouwen in de stad. Thank you.